de studio, Emiel Landman. Goedenavond. Goedenavond, Emiel. Reiziger. Ik had het net al over 2016, waar je de trein pakte. Wat was het? Japan, Rusland, Amerika. Ja, gewoon vanaf Amsterdam naar Amsterdam met de trein. Alleen dan via de langst mogelijke weg. Ja, en dan nu naar de Poolcirkel, Noorwegen, klein eilandje. Hoe heet het eilandje eigenlijk? Ja, ik zeg altijd maar Rhinoya, maar er zitten allemaal leestekens bij en dan weet je het eigenlijk niet meer. Waarom? Niet waarom die leestekens, nee, maar, nee, maar als waarom? Je, waarom nee, maar waarom? Dan kan je heel veel leuke dingen niet doen, als dat de vraag is. Waarom niet? Nee, maar oké. Laat ik het anders stellen. Ik hoor heel veel artiesten uit Nederland die gaan opnemen in Berlijn of in België. Nemen de hele band mee. En dat is nogal, nou ja, wat duidelijk, begrijpelijk. Want het is in de buurt en je sluit je toch even af. Maar jij moet in eerste instantie in 2016 de halve wereld overreizen. En nu zeg je, nou, het is nog niet genoeg geweest. Ik moet op een eilandje gaan zitten, ergens in Noorwegen. Ja, heerlijk. Waarom? Nee, ja, waarom niet naar België of Duitsland? Ja, ik wilde heel graag, want wat ik had gedaan met die treinreis was eigenlijk dat ik in een trein zat en ik bewoog mij voort door de hele wereld. Maar nu wilde ik eigenlijk gewoon naar één plek zitten waar ik en kon schrijven en tegelijkertijd kon opnemen. Dus meteen als ik een idee had dat ik dat gewoon meteen op record kon drukken en dat kon vangen. Maar ik vind het wel heel inspirerend om te zijn in een omgeving die gewoon uniek is. Weet je, je kent het gevoel als je op vakantie bent, dat je denkt, oh, laat ik dat straatje toch eens inlopen. Ja. Of laat ik toch eens wel eens ja zeggen om daar te eten. Daar word ik heel creatief van en heel enthousiast ook. En dus ik vond een huisje op een internetsite, wat er heel in zijn eentje op een heuvel rondom sneeuw stond. Ik dacht, nou, daar zou ik eigenlijk wel een week gewoon volgens mij hele mooie muziek kunnen maken. En toen hebben we een studio ingepakt van 2x23 kilo... Wat je mee mag nemen in het vliegtuig. Alles afgewogen per kabeltje en per gitaareffect en per tamboerijn. En daar kwamen we precies op uit. Toen moest ik een paar dingen thuis laten. En toen ben ik samen met mijn producer daarheen gevlogen. En wat zag je toen je aankwam op het eilandje? Nou, we gingen dus in de winter voor de eerste keer. Dus toen was het vrij donker. Een paar uur per dag daglicht. Dus toen we aankwamen was het net nog licht. Zo schemeren. En toen zagen we eigenlijk alleen maar sneeuw. Dat was op een heuvel. Je kijkt uit. En er viel ook heel veel sneeuw. Dus voornamelijk sneeuw toen we aankwamen, ja. En dan ga je aan de slag. Maar dan is het gros van de dag donker. Ook wel een beetje deprimerend, toch? Ja, maar aan de andere kant ook wel weer heel, heel leuk. Omdat als je weet dat het maar 2 uur of 3 uur... dat je daar echt van kan genieten. Dan is het ook wel een soort van, oké, het moet nu of niet. En dus nou ja, we kwamen daar aan en meteen een studio opgebouwd. Want we hadden ook niet van tevoren gecheckt of dat er dingen zijn die brommen. Dus we hebben alle klokken van de wand gehaald. Want dat ga je natuurlijk allemaal horen, ja. die tikjes. En toen hebben we een studio opgebouwd. En die eerste avond, toen begonnen we gewoon meteen met ideeën eigenlijk op te nemen. Gewoon heel grof, wat spelen. En toen ontstonden er eigenlijk heel veel liedjes. Volgens mij hebben we op die eerste avond iets van drie ruwe demo's gewoon er meteen opgezet. En hoe heeft die locatie daar op het eilandje in Noorwegen, hoe heeft die deze EP beïnvloed? Wat is nou direct aanwijsbaar? Nou, alle sounds of heel veel sounds die je hoort, die komen uit het huisje. Omdat ik zeg, we hebben weinig instrumenten meegenomen. En op een gegeven moment was het toch van, ja, het zou wel lekker zijn als we hier een kickdrum hadden, niet? Nou, laten we even zoeken. Dus toen pakte ik een houten pollepel. Toen ben ik naar een matras gelopen en denk ik, nou, even kijken of dat, hey, hier moeten we even een microfoontje bij houden. Dus alle kickdrums die je hoort op die EP's, allemaal het matras waarop ik sliep. En toen moest ik een crash hebben. En ik dacht, een paar pannen en een paar potten. Nou, dat is het allemaal niet. En toen kwam ik bij de oven en toen deed ik de oven open. En toen heb je zo'n overrek, weet je wel. Ja. Maar hoe verder je die eruit trekt, hoe langer die blijft klapperen. Dus toen had ik wel een goede hoeveelheid lengte, zeg maar, gevonden. En dan kon ik daarop slaan. Ja, dat was eigenlijk een microfoontje ervoor. Dan hadden we een mooie crash. Ja, en zo zijn we eigenlijk, nou, toen ik wegging, toen kon je overal de putjes van de drumstokjes in terugvinden. Wat top zeg. Je bent er een week geweest. Is winter daar helemaal opgenomen? Ja. Ja. En sommer dan? Ja, sommer is dus hetzelfde huisje, alleen dan een half jaar later. En dan is het in plaats van bijna niet licht, is het alleen maar licht. En dan zie je ook alle dingen die onder de sneeuw lagen. Want dan is er ook minder sneeuw. En toen wist je ook al dat je geen crash nodig had. Want je had dat rekje uit de oven. En heb je ook hetzelfde matras weer gebruikt als kick? Ja, zeker. De matras, dat werkte gewoon zo goed dat had niks nodig. Ik had geloof ik wel een klein trommeltje meegenomen, een paar andere shakers, want ik wilde toch wat diversiteit in het shaker arsenaal. Ja. Maar dat is heel leuk, want de tweede keer als je daar komt, dan staat die studio en nog sneller, want je weet gewoon, oh ja, dan pakken we deze twee stoelen, die zetten we daar neer, en dan zetten we deze bank, die brengen we meteen naar boven. Dus dat was wel functioneler. Maar het was ook op een andere manier wel uitdagend, omdat toen waren er ook 24 uur per dag vogels die heel hard wilden fluiten. Ja.
Dus dan heb je op een gegeven moment ook dat je vogels hebt opgenomen. Ja, die zitten er gewoon in, weet je wel. Dat is, ja, die hebben hun spot. Wat tof, hè? Is die plek nog anders verwerkt? In bijvoorbeeld een cover bijvoorbeeld? Is daar nog iets mee gedaan? Want ik kan me voorstellen dat je ook, nou ja, bijvoorbeeld qua beeld, dat je dat ook nog mee zou kunnen nemen in de promo van zo'n plaat bijvoorbeeld. Het is toch een unieke locatie, ja, waar ook een beeld bij hoort. Zeker, alleen nou ben ik daar zelf echt heel slecht in. Dus we hebben wel, op een gegeven moment was er zo'n ja, echt iets unieks. We moesten heel hard lachen, we hadden echt een sound gevonden. Het was echt een soort van, oh yes moment. En toen was het, oh dit was lekker geweest als we dit nou even hadden gefilmd. Dus toen gingen we het opnieuw ontdekken, alleen dan met een camera erbij. Ja, ik kan gewoon niet zo goed acteren. Dat is gewoon het hele probleem. Dus wat dat betreft had ik gewild dat er dat Big Brother erbij was. Maar dat was het niet, dus we hebben een paar mooie foto's. Hey, en het volgende project, waar ga je dan heen? Oh, heb je al ideeën? Ja, tuurlijk. Vertel, even. Nou, het lijkt me dus echt heel tof om naar Lima te vliegen. En dan helemaal naar het noorden te rijden op de motor. Dat is iets van 16 uur rijden. En dan kom ik daar aan en dan is er opeens een gitaar daar. Want 16 uur met een gitaar op de motor is wel wat heftig. Maar zou ook nog kunnen. En dan is daar een surfplank en een huisje. Nou, dat zou kunnen. Dan ga ik daar schrijven en opnemen. En dan wordt het iets, ja, iets meer rustig en iets meer alleen akoestisch aan het strandmuziek. Of ik dacht, ik ga een keer een hele stad samplen. En ik neem geen enkel instrument mee. En dan ga je naar een hele drukke stad. Geen idee waar nog. Ja, en zo kan je al allemaal dingen verzinnen. Maar wat ik wel zeg. Vind... Ik vind wel, het moet wel een goed idee zijn. Want ja. Anders dan ga je maar gewoon iets doen om het doen. Terwijl je kan natuurlijk ook gewoon thuis liedjes schrijven. Ja, that's it. Dit was een toffe idee wat ook nog goed werkte. Winter en Sommer. Winter spreek ik goed uit zo, hè? Of ja. Mag ik gewoon Winter zeggen? Nou, je mag van mij Winter zeggen. Want ik was op zoek naar namen, maar ik spreek geen Noors. En het was ook, ja, het hele concept was dat ik twee keer naar dezelfde plek ging. Eén keer in de winter en één keer in de zomer. Ja. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga eens even in Google Translate typen wat dan winter en wat dan zomer betekent. En dat is, ja, winter en sommer. Dat is niet heel anders. Ik vind het tof dat je hier bent. Gefeliciteerd met je EP's. Maar je gaat nog meer spelen. Ook een bonus track, 3voor12.nl. Net heb je All The Time gedaan. Welke ga je nu spelen? Ja, we gaan nou een track spelen die op de eerste avond eigenlijk al meteen viel. Dat was ook, ik pakte die gitaar uit en ik sloeg een akkoord aan en... toen stond dit liedje een paar uur later. Het liedje heet Falling en dat is de song die we gaan spelen.